De tien windmolens op de landtong van Rozenburg mogen definitief worden vervangen door negen hogere molens. De molens waar de Maasluisers nu tegenaan kijken zijn 110 meter hoog. De nieuwe molens worden maximaal 195 meter hoog. Dat is iets hoger dan de windmolens die aan de nieuwe waterweg bij Hoek van Holland staan. Naar verwachting kan eind volgend jaar worden gestart met de bouw van de windturbines. Eneco wil in de zomer van 2021 starten met de exploitatie.